Okie dokie. Daily challenge tijd. Yes. Ik weet niet waarom die. Het lijkt me doodlopend. Dat gaat niet. Dat gaat hem niet worden. Ik kan alleen die kant op. Denk het wel. Denk het wel. Oh, hallo. Bordjes zou geven een idee, maar ik weet niet of het idee goed is. Zo te zien wel. Oké. Ik ben benieuwd of dat dit dat is. Ik zit in twee kanten dat het kan zijn. Het zou Chili kunnen zijn of Uruguay. Nou liggen die twee niet naast elkaar. Dus dat is een beetje de uitdaging. Ik zou toch graag een URL of iets dergelijks zien. Ben ik heel eerlijk in. Of een vlag of zo, weet je. Een vlag zou ook al goed zijn. Zou ook al perfect zijn. Want volgens mij hebben we zowel. Ik neem een gok. Ik hoop dat het een goede gok is. Echt, want volgens mij heeft Uruguay namelijk reclame op de straatborden staan. En dat zag ik hier niet. Maar goed, dat zegt ook niet altijd iets. Ik had ook gewoon nogmaals beter moeten letten op de. En dan is het zo meteen. Dat zijn toch duidelijk witte. Hoe is de. Oké, eerlijk is eerlijk. Ja, ik dacht op het laatste moment aan Argentinië. Maar Argentinië zijn toch zwarte. Zwarte nummerborden? Hoe kan dat dan dat ik overal witte nummerborden zie? Ah, kom op. Kunnen we ook gewoon iets anders krijgen dan. Man. Het helpt niet dat Zuid-Amerika echt veruit mijn zwakste continent is, weet je? Echt, man. En dan Brazilië erachteraan, weet je, dan gaan we maar gewoon richting zilver werken. Want iets anders is niet mogelijk. Helemaal niet als hij deze weg zo dom blijft doen. Door van links naar rechts, van links naar rechts, van links naar rechts te schieten. Ah, dit is. Dit is wel een klein beetje, want dit is het ook wel vaak, weet je. Als je niet een locatie hebt in een stad of een dorp, dan zit je vaak ook gewoon. Nee, het is frustratie die praat. Rustig. Maar wat ik zeg, het.
Zuid-Amerika is by far mijn zwakste continent om landen te herkennen. De enige die ik een beetje in de vingers heb is. Hoe heet het? Colombia, maar dat is ook gewoon puur omdat Colombia zo'n duidelijk nummerbord heeft, zeg maar. Gewoon geel en niks anders, zeg maar. Dat. Ja. Ja. Oh wel. Maar zelfs daar gaat het soms fout, weet je. Met Peru en dergelijke. Dus zelfs dat is ook niet 100% feilloos. Kijk, dat is het probleem van de 251, weet je. Ik hoop van harte, nee. Hopelijk niet, please niet. Ik hoop dat ik het wel. Dat wist we al. Probleem alleen is, ik zit een beetje te twijfelen of dit Athene gaat zijn. Ik denk het wel. Gezien de vele Engelse taal en zo. Het zou me ook niet verbazen. Dit is dan weer niet al te Engels, hè? Het is lastig. Kijken of we deze. Daar ben ik. Ah, darn it. Ik had gehoopt dat er op zou staan welke stad het was. Maar nee, het is gewoon de autoleverancier die we zien. De vele taxis zouden ook wel weer suggereren dat het Athene is. Mijn uitdaging vooral is eigenlijk wat een drukte is het zeg. Ik weet niet hoe. Ik denk de enige andere die logisch zou zijn in deze context, dat zou Thessaloniki of Thessalonikas? Ik weet niet wat zeggen. Thessaloniki zou het zijn. Dat zou de enige andere logische wat mij betreft zijn. Denk ik. Maar het probleem is, ik weet dat Athene veel meer heuvels heeft. Kijk, daar zijn de heuvels. Ik kan me niet voorstellen dat het. Dat is sowieso. Nou, het is Athene. Oké, top. Gelukkig. Yay. Het eerste wat ik dacht toen ik dit zag was Bhutan. Moet ik wel in mijn gedachten houden, want het kan Bhutan zijn. 100%. Kan ook iets anders zijn, maar dat maakt niet uit. Dat zien we wel. Dan een geit of een koe? Ik
Want dat huis zou suggereren dat we toch ergens anders zitten. Wat gaat het zijn? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Wat? Wat gaat dit zijn, joh? Ik hoop dat ik ergens nog een bord of iets zoiets tegenkom. Het is vooral die huizen die me een beetje... Want het zijn nou niet de standaard huizen die je normaal in Bhutan zou zien, zeg maar. Ik denk ook niet dat het Bhutan is. Maar wat gaat het dan zijn, joh? Filipijnen? Thailand? Ik heb oprecht... geen idee wat dit gaat zijn, joh. Ik weet ook niet in welke kant ik ben gekanteld. Deze kant denk ik niet. Waar ik dan voor de Filipijnen gaan, zou ik zeggen. Indonesië zou ook nog wel kunnen. Nu ben ik aan de verkeerde kant op gegaan. Nee, ik hou op Filipijnen. Dat is misschien een fout. Het was wel Bhutan. Wauw. Ha. Hallo. Had ik toch mijn gevoel moeten volgen? Oh wel. Nou gaat het nog een strijd worden voor het zilver. Dat het niet geweest was als ik hem gewoon in Bhutan had weggezet. Oh man, wat een dag. En dan was het echt 100% aan mezelf te wijten, want... Het feit dat ik... gewoon zoveel moeite heb op... En het beste daarvan is gewoon nog meer leren wat iets is. Ik gok, ja, oké. Dus dan is dit Litouwen, denk ik. Denk het wel, als ik het goed heb. Want dat is volgens mij de enige van de... drie die de naambordjes uitblurt. Als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet meer zeker. Nou, zolang het 4000 is, dan zit ik wel goed. Maar alles wat eronder zit, dat is niet goed. Dus ik hoop niet dat het niet goed wordt, zeg maar. Dat zou een beetje tragisch zijn. Het zou ook wel heel erg aan mezelf liggen, daar niet van. Maar... ja, nee, hè? Laten we het maar gewoon niet proberen. Ja... Ik bedoel, ik zit op lange weg. Ik heb de naam van een plaats gezien, maar die plaats is
En dan dat is nooit te ver weg om terug te gaan. Ook vanuit de start gezien, zeg maar. Oh, misschien heb ik een mazzel dat er hier iets staat. Nope. Het is gewoon een lange rechte weg. Ja. Yeah. Oké. Okay. Oh, wat een ronde weer. Aan de andere, weet je, het gaat ook wel heel op en neer. Want ik heb bijvoorbeeld een tijd geleden heb ik een week gehad waarbij ik een aantal keer goud heb gehad. En nu is het zijn wat weken waarbij het wat lastiger gaat. Door dit. En ook gewoon omdat ik mijn eigen niet opvolg. Maar goed. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.